Want op het moment van omschakeling wordt ze een aantal keer wordt ze fantastisch weggestuurd. En die Stoke, dat is hier linksback, die nummer 3. Ze krijgt er nu dan mee, maar er is helemaal niemand. Ze komen er nu pas aan. En daar kan nog aan gewerkt worden. Als dat wat secuurder is. En de aansluiting beter is. En op dat moment de bal houden. Dus Senise hoeft het nu ook. En nu die laatste actie. Nou ja, dit is die laatste fase. En die moet gewoon beter. En daar hebben ze nog eventjes de tijd voor. Klokken. Daardoor komt er heel veel ruimte bij de backs te liggen. En daar maakt Nederland op dit moment gebruik van. Ja, en dit is een fantastische rush van Lieke van Martens. Maar die bal moet nu wel, die moet voor de vallen. En die valt nu precies op van de zanden. Ja, dat is zonde. Maar dat is echt die laatste fase. Want dit is gewoon fantastisch. Alleen als ze speelt nu gewoon meer in dienst van het elftal. Ze speelt nu op het middenveld. En die middenvelders die staan echt heel erg dicht bij elkaar. Mm. Maar die binden eigenlijk die middenvelders van Engeland. Ja. En daar gebeurt niet zo heel veel. En dat hoeft ook helemaal niet. Als ze die man eigenlijk een beetje inspelen, laten lokken. En vervolgens komt deze wel een gevaar. Want als je naar Engeland kijkt. Die staan een aantal keer staan ze goed, maar dat baltempo van Engeland is te laag. Dus ik denk als Engeland sneller het spel verplaatst, dan kan Nederland wel in de problemen komen. Het is nu nog te belopen voor Van Lunteren en voor Merel van Dongen. Maar gaat dat baltempo omhoog, ja, dan is het de vraag, houden ze dat dan vol? Ja. Maar op dit moment staan ze echt prima te voetballen. Zeker, maar die eindfase, daar had je het ook al over naar aanleiding van die wedstrijd tegen België. Net dat laatste stapje moet nog komen. Wie weet gaat dat de tweede helft gebeuren. Heel graag tot zo. Welkom terug aan Tilburg. 0-0 Nederland tegen Engeland. We hebben nog even te gaan voordat die meiden hier het veld komen. Dan wil ik het nog even hebben over Foppeda. Want die is toegevoegd natuurlijk aan de staf. Wat vind je daar eigenlijk van? Wat ik daarvan vind? Nou, ik vind het een onmerkelijke keuze. Waarom? Nou, omdat dat ik me afvraag van wat zijn bijdrage is bij het Nederlands elftal. Ik weet dat hij heel veel ervaring heeft en ook toernooien heeft gespeeld. Maar en veel kennis heeft van het voetballen. Maar, kampioen geworden op het EK trouwens. Kampioen hè? Geworden, ja. Ja. Dus hij heeft toernooiervaring. Maar ik vind het opvallend omdat je een bondscoach hebt aangesteld een jaar geleden. Waarvan je mag verwachten dat hij die ervaring ook heeft. Want je gaat tenslotte aankomende zomer een EK spelen. Ja, ja en dan snap ik niet helemaal waarvoor deze actie er dan achteraan moet zitten. Ja. Dus ik vraag me af van, ik kan zijn toegevoegde waarde kan ik deels begrijpen. Maar dat valt niet te rijmen met dat je verleden jaar een bondscoach hebt aangesteld. Nee, aan de andere kant denk ik dan wel meteen aan het verhaal Giovanni van Bronckhorst en advocaat die daar nog een bepaalde rol in had. Is dat hetzelfde of kun je dat niet vergelijken? Omdat zij aan een eindtoernooi werken. Nou, ik denk met het nationale team moet je de beste coach hebben voor het nationale elftal. Dan moet alles kloppen. Ja. En dan vind ik dit een vreemde keuze. Ja, maar dan counter ik nog een keer, want dan heb je advocaat bij Blind. Ja, maar daar zijn ook de meningen over verdeeld, toch? Dat is een duidelijke mening die jij daar dan over hebt. Goed. Voorlopig zit hij er dus gewoon bij. Wat zou jij aan hem vragen als jij nog in het team zou zitten? Ik heb geen of hij weg wil gaan. Nee, dat niet. Kijk, hij zal een toegevoegde waarde hebben. En dat is alleen maar goed. Alleen, ik vind het jammer dat... Ja, moet dat toch? Hoe kan ik dat? Denk nog even over na, want wij gaan naar de wedstrijd. Daar gaan we het straks nog over hebben. We gaan terug naar Nederland tegen Engeland. 0-0, commentaar Mark van Rijswijk. Geen wissels te zien bij de Engelsen of bij de Nederlandse vrouwen. Eén wissel natuurlijk al geweest. We hebben uiteraard nog niks gehoord over René Sleegers. Dat kan ook nog wel even duren. Mochten we iets horen uit de catacomben daarover, dan zullen we dat doorgeven. Stokes kopt. Middag ook. De eerste actie van der Zanden is goed. De voorzet wordt te scherp voor Jansen. Jansen.
Nobs. Scott. Christiansen. Tony Duggan, die nog even verdwaald was toen ze aankwam hier in Nederland. Ze ging bij het PSV kijken en twitterde vrolijk dat ze was aangekomen in Duitsland. Waarop meerdere speelsters, waaronder Merel van Dongen, erop wezen dat ze toch echt eens een keer op de kaart moest gaan kijken. Volgens Duggan had ze zich vergist tussen Duitsland en Duitsland. Heel gemaakte fout natuurlijk. Hier is weer het zoeken naar de spits. Gelukkig op steeds op het veld wel de weg te vinden. Het staat wat dat betreft goed nu. Vaste duwen natuurlijk van de gracht en van de berg. De backposities, daar is het nog wel eens zoeken naar. Wie wordt de eerste keepster? Ook dat lijkt nog niet helemaal zeker. Van Veenendaal lang de voorkeur gehad. Tongen last omdat het gaat. Van Veenendaal en Geurts wisselen elkaar af, maar... De kipte van Veenendaal. Vanaf het eigenlijk het Olympisch kwalificatietoernooi. De grootste wedstrijden. Het knullig in worp. Berestein wint van Scott. Stokes. Carney. Op Stokes. Duggan kiest positie. Middag moet haar clubgenoot Scott zien te bewaken. Dat lukt en daarachter wordt voor de lucht gezorgd. De weg komt door Van Dongen. Scott. Die langs Van den Berg. Berestein van de bal gezet. En dat komt er even niet lekker meer uit. Scott. Een balletje Carney. Scott. Jansen heeft eigenlijk alleen Van der Zanden. Hij heeft dan dus daar nog veel tijd nodig. Omdat hij de bal alweer kwijt is.
Christiansen staat al een tijdje om de bal te vragen. Gaat weer de andere kant op. Newton. Beide van spitsen voor niks. Hier Nobs. Lekker even een kansje te zitten, maar dat voorkomt van de gracht. Zo zie je ook vandaag toch weer dat het verschil niet heel groot is. En dat is toch wel positief. Het is eigenlijk in alle wedstrijden op zijn minst wel in fases gebleken. Nederland een goede eerste helft bijvoorbeeld gespeeld tegen de VS. De eerste helft tegen Duitsland was redelijk desastreus. En daarna ging Duitsland wat wisselen en kon het in de tweede helft allemaal iets beter gaan weer bij Nederland. Middag. Maar het is prettig als je dan oefent tegen de Europese en soms zelfs de wereldtop. Om te constateren dat je er niet altijd mijlenver vanaf zit. Duitsland en de VS, dat is echt nog wel een paar maatjes te groot. Maar dan praat je dus echt over de wereldtop. En ten opzichte van Engeland op zijn sterkst is Nederland vandaag in ieder geval zeker niet te minder. Overtreding van Scott op Middag. Natuurlijk heeft Middag het moeilijk om bij Manchester City een vaste basisplaats te verwerven. Dat blijkt wel uit het feit dus dat er hier 7 speelsters van Manchester City in de basis staan bij de Engelse ploeg. Ze hebben de dubbel gewonnen, beste ploeg van Engeland. Carney ineens, goed gegeven, Dugan. Niet langs Van der Gracht. Verslordig van Lunter. Van Van der Sanden. Newton. Ik krijg geen ruimte van spitsen, maar de passing bij Nederland in de tweede helft is al 10 minuten lang heel erg slordig. Waardoor de balbezit steeds wel van heel korte duur is. Newton, Stokes. Martens. Met zij juist de paas op Van der Zanden in huis? Nee, ook niet. Een paar stappen te lang te duren. Scott. Heerenstein. Krijgt daar een makkelijk gegeven vrije trap.
juiste plekje gevonden door Sherida Spitsen. Van der Zanden die een flinke buitenspelpositie begint. Er wordt nog even uitgelegd wanneer zijn strafbaar is volgens mij door de scheidsrechter. Met het zicht van de keeper opnemen en dergelijke. Ja, dat hoeft de scheidsrechter toch niet te doen. Dat zal ze toch zelf ook wel weten. Hier krijgt ze de bal. En krijgt ze een schietkans van der Zanden. Ja, toch een vrije kans. Een meter of 18 van het doel. Ze is op tijd terug, staat er geen buitenspel meer. Uitleggen, want de scheidsrechter heeft duidelijk geholpen. Maar ze kon de bal niet drukken. Goed werk van Spitsen, Martens. Lieke Martens. Steekpaas net nog eruit gehaald naar Van der Zanden. Komt de eerste wissel aan bij de Engelse Jodie Taylor van Arsenal komt voor Jill Scott. De reservespeelsters van Engeland een serieuze warming-up gedaan in de rust met z'n allen. En Taylor meldt zich in de spits. Martens zien te verlengen. Dat kan niet helemaal de bedoeling zijn. Oh, soms een bal op Jansen te geven. Oeh, Van Dongen. Ik gewoon zo'n 50-50 duel. Het vooral prettig is om te zien dat niemand geblesseerd is geraakt. Maar de Engels houden er ook nog een vrije trap aan over. Stijn. Er zit er nog druk op. Van Dongen spitsen. Oeh, die bal was voor Van Dongen. Van Lunteren. Het is vanmiddag. Van Dongen spitsen. Hij kiest voor de zekerheid in dit geval. Van Dongen. Spitsen. Hier een lastige bal voor Van der Zanden. Natuurlijk weer veel jeugd. Allemaal de mapjes al klaar om de handtekening op te laten zetten. Dan nemen de speelsters over het algemeen ook zeer ruim de tijd voor een afloop. En in deze temperaturen iets sneller naar binnen, maar ze doen altijd hun uiterste best om zoveel mogelijk kinderen aan handtekeningen te helpen. Nu ook voor Nederland. Martens. Van der Zanden. Spitsen. Geen ruimte voor het schot. Dan zoekt ze de combinatie en wil Jansen eigenlijk een penalty. Publiek blijkbaar ook. Hartley. Hoeveelheid laptopjes en iPads van de Engelse staf is trouwens indrukwekkend.
dat er meer mensen van de Engelse staf hier op de perstribune dan dat er journalisten zijn zo'n beetje. Jansen komt hij niet uit. Druk nog van Martens. Barney kan wel snel gooien, maar lopen is Taylor alleen. Oh, dat is dan toch nog goed gedaan. Overtreding van Van den Berg nodig om Taylor af te stoppen. En nog een penalty moment. En ze zet zelf het lichaam ervoor. En natuurlijk is er contact, maar het schot lijkt mij wat overdreven. Bal schiet door. Hij heeft een schietkantje op en uiteindelijk een corner. Newton mee. Echt een begrip in het Engels vrouwenvoetbal. De eerste vrouwelijke voetballer ooit op de voorkant van Shoot. De aanvoerder van de Engelse vrouwenploeg. Shoot, een bekende tijdschrift in Engeland. We zijn een van de speelsters die gaat proberen die bal erin te koppen. Dat is in ieder geval niet slecht. Schiet door. En een nieuwe hoekschop. Eerst was er een bal en geen nops. Nu is er een nops, maar geen bal. Nops. Van der Zanden, kan die de bal echt wegkrijgen? Nou, nog niet echt. Maar dan is er al iets gezien. Jill Roord gaat komen. Speelster van Twente. Een van de talenten in het Nederlands voetbal. Zat er tegen Duitsland weer bij. Door het afhaken van Anouk Dekker. Dekker is er trouwens ook nog steeds niet bij natuurlijk. Is nog altijd wat geblesseerd, maar wel weer op de weg terug. Nu gaat Roord dus weer minuten maken. Nog tegen België. Middag. Bal nog steeds binnen. Middag voetbal erdoor. Dat deden niet alle Engelsen, maar de paas is dan toch weer niet goed. Oh, mooie beweging. Het is nu 3-2, dus oppassen voor Nederland. En de redding is er van Geurts. Alsnog, nee. De bal viel goed. Van den Berg kon nog weghalen. Een van de beste kansen in deze wedstrijd. Zeker voor de Engelsen. Die bal schiet langs Taylor, zo in de handen van Geurts. Goede controle, ja. Nog fraai om van de gracht heen. Krijgt de bal niet langs Geurts. Mandy van den Berg als eerste erbij om een rebound te voorkomen. Dan kan Roord voor een aanvallende impuls zorgen. Nederland in de tweede helft er te weinig uitgekomen. Martens. Bal te hard voor Van Dongen. Martens eruit.
als er normaal gesproken meteen de positie waar Roord zal gaan lopen. Dacht als spits deze wedstrijd te gaan spelen, Lieke Martens, maar door het vroege uitvallen van Slegers, dus als nummer 10 de wedstrijd gespeeld. Nieuwe schoenen nodig. Scheidsrechter Zadinova geeft aan dat middag het ook wel buiten de lijn even kan regelen. Roord, hoog 20 halte nu dus. Met inbreng van Jansen en Roord. En het zoekje naar Van der Zanden, die natuurlijk oudspeelster is van Twente. Er staat nu een Twente voorhoede, of oud Twente. Met een nummer 10 van Twente er ook nog eens kort achter. Berestein met wel wat druk op Christiansen, maar ze was nog ver weg. Weer het zoeken naar Van der Zanden. Die bal is wel binnen te houden voor hem. Krijgt ze dus nog voor, maar net niet tot bij de Jansen. Goeie aanval, terecht de duim omhoog voor de paas. Het is al vaker geprobeerd, ook in de tweede helft, maar nog niet gelukt. Nu is de paas goed, de loopactie daar. En levert dat dus wat dreiging op. Toch wordt ook het jaar van haar doorbraak en het Nederlands elftal na het stoppen van Melis. Met Van der Zanden basis spelen. De hoekschop. Opgevangen door Berestein. Passen nu voor de counter. Keurig gedaan. Goed het gevaar herkend en zo zonder een overtreding te maken. Het gevaar eruit gehaald door Jill Roord. Meteen weer het zoeken naar Van der Zanden. Jansen. Van Lunteren. Spitsen. Best uitverdedigd. Maar ook geen beste voorzet. Hey.
van der Zanden. Dit is te hoog voor Jansen. Dat levert nog wel een hoekschop op. Volgende wissel. En dan gaat Berestijn eruit en komt Siska Volkertsma, speelster van PSV. Berestijn weer haar snelheid kunnen laten zien. En het debuut van Siska Volkertsma. Indraaiende hoekschop. Nog een kans voor spitsen. Weer zo'n strakke bal. Weer uiteindelijk bij een Engelse. Oeh, ze krijgt nog een keer de kans. En nu wat dichter bij het doel. Hij wordt nog aangeraakt. Wordt weer voorgekopt. En recht in de handen van Bardsley. Zo blijft het spektakel wat uit. Dat wat er wel was, zeker qua doelpunten in de eerdere oefeninterlands. Schieten van afstand, toch maar weer het paasje. Jansen legt klaar, aardige aanval. Schot van Roort wat minder. Flaherty staat intussen klaar om in de ploeg te komen bij de Engelsen. Taylor gezocht. Taylor gevonden. Dit is een hele grote kans en het is ook raak. Het is 1-0 voor de Engelsen. Door Jody Taylor. Mooie lange bal. En daar staat Nederland dan zo'n beetje voor het eerst in deze wedstrijd niet goed. En tot nu toe heeft Stephanie van der Gracht heel veel goed gedaan. Wint ze bijna al haar duels. Maar dit cruciale duel, daar gaat het toch mis. En dit is dus weer een hele harde en wijze les. Ja, het gepraat. Het vaste duo toch achterin. Ze zouden beter moeten kunnen, beter moeten weten dan dit. Van den Berg en van der Gracht staan hier gewoon niet goed. En dan is Geurts ook geklopt. Maar het intussen toch al vrij ervaren centrum mag dit eigenlijk niet overkomen. Goed diep gespeeld, goed afgemaakt door Jody Taylor. Ik kan me niet voorstellen dat Van der Laan in het geval naar de Engelsen kijkt. Die zal vooral naar zijn eigen ploeg kijken wat er fout gaat. Samson zeer blij. Invaller. Scoort dus. Intussen is Flaherty in de ploeg gekomen. En dat brons eruit is. Van der Zanden, Jansen half. Van den Berg. Middag. Volkertsma. Spitsen.
Kokensma. Bal gespeeld, dus mag Nederland door. Slordig van Lunteren. Kan ze het zelf herstellen? Wat ten koste van een inworp, maar in ieder geval het eerste gevaar geweken. Gelukkig. Middag. Van der Zande. Geen probleem voor Bartley. Spitsen. Is het Volkerts maar? Nou, dat zagen de Engelsen ook. Er is blijkbaar niks aan de hand. Taylor. Duggan. En dan kan er de volgende wissel komen bij de Engelsen. En er komt wel een legende in de ploeg. Eruit gaat Carney. Die heeft natuurlijk al aardig wat interlands op haar naam. Maar nu komt de record international van Engeland in de ploeg. Nu over de 150 interlands, Farrah Williams. Carney uitblinken vooral in de eerste helft. En voor haar dus de speelster met de meeste interlands ooit voor de Engelse nationale ploeg. En het is ook nog eens een heel bijzonder verhaal. Farrah Williams, 7 jaar lang was ze dakloos. Ook nog in haar tijd als international. Conflict met haar moeder gehad. Bijna niemand wist het, maar had ze in het land gespeeld en had ze geen huis om naartoe te gaan daarna. 7 jaar lang dakloos. En nu heeft ze gelukkig weer goed contact, ook met haar moeder. En is het allemaal weer goed gekomen. En besteedt ze veel van haar tijd aan het training geven aan andere kinderen die het moeilijk hebben, dakloze kinderen. En tussendoor is het dus ook nog eens de record international van Engeland. Nobs meldt zich voor de vrije trap. Het kansje bijna voor Hughton. Volkertsma krijgt de vrije trap mee. Afdeling is er van Lucy Bronze.
Jeugd International Volkert, maar de nieuwe generatie. Maar de bondscoach meer en meer uit zal gaan putten natuurlijk. En als de jeugdteams het over het algemeen goed doen, dan zit weer veel talent aan te komen. Stokes komt eruit. Roort meteen het zoeken naar Van der Zanden. Het is de hele wedstrijd door het devies. Spits Van Dongen. Is het wegglijden. Komt de paas nog aan. Roort. Voordeel gegeven. Wil eigenlijk van het centrum een steekpaas geven. Die ruimte is er niet. Dus moet Van der Zanden maar een voorzet geven. Die wordt niet briljant verdedigd. Roort. Spitsen. Gedaan. Kijkt natuurlijk toe. Iedereen begeeft zich naar de rechterkant van het veld vanuit de Engels perspectief bekeken. Daar gaat de bal dus ook naartoe. Dat betekent weer dat er helemaal niemand in een straal, in dit geval van een meter of 20, staat bij Van der Zanden. Van Dongen. Hokertsma, die 1-2 was wat te snel gegeven. Dus gaan weer terug bij Oranje. Daaronder ook Van Veenendaal trouwens. Van der Zanden. Kan Nederland nog iets in de slotfase of wordt dit de tweede oefennederlaag in deze week? Ze is naar voren gegaan, geeft aan, leg hem maar op mijn hoofd. De alles of niets tactiek wordt nu geoefend met Van der Gracht dus voorin naast Jansen. Van der Zanden, daar is Van der Gracht. Ja, dat is wel meteen een kans. Een goede schietkans voor de centrale verdediger van Bayern München.
Maar goed, de doelpuntenmachine uit München is er dus niet. Dit is wel een vrije schietkans voor Van der Gracht. Geld gekregen voor tijdrekken. Het kan allemaal in een oefenwedstrijd. Van der Gracht. Er gebeurt in ieder geval wel wat met haar voor. Hier krijgt ze de volgende kans. Van der Gracht moet hem nu klaarleggen. Maar niet overhoord. Focus maar zijn er eigenlijk iets beter voor. Gaan we weer zoeken naar Van der Gracht op deze manier. Weer wind in de lucht. Het levert nog niks op aan doelpunten, maar is het meer dreiging in met haar in de spits dan we een lange tijd hebben gezien in deze wedstrijd. Het zag erin natuurlijk vrij risicovol, maar ja, Engeland heeft ook vooral speelsters terug. Een andere Scott gaat in de ploeg komen. Alex. Waar valt de bal voor? Dat is even voor Bardsley. Alsnog Van der Zanden. Laatste minuut. Is dit het moment voor de wissel? Nou ja, anders heeft Ajax Kopp wel heel weinig tijd natuurlijk om mee te doen. Er worden al niet al te veel minuten die ze zal maken. Nee, de wissel gaat toch niet door. Zo geeft de trainer aan. Mooi wisselen bij een corner tegen. Dat gaat ook in dit geval. Het is nogal druk in het strafschopgebied. Zo weet iedereen van Nederland boven de 1,20 meter wordt erin gezet. De corner is goed en op het achterhoofd gekopt. Was bijna uit de klut aan de kans gekomen. En Jansen is er verder weinig van, maar kopt een van de Engelsen de bal op haar achterhoofd. Ja. Drie minuten extra. Weer neemt Bardsley heel lang de tijd. Er wordt namelijk aangegeven dat het drie minuten extra is. En dat is niet het feit dat nummer drie Stokes eruit zou moeten. Die wissel kan straks pas plaatsvinden. Dat betekent echt dat Scott, als een mazzel heeft, nog twee minuutjes mee kan doen. Die staat er nu koud te rijden, terwijl ze toch graag nog even op het veld zal willen rennen. Nu kan dat dan wel, ja. Zo, ik heb de indruk dat Samson niet helemaal blij is met hoe deze wissel ging. Het was wat knullig, gewoon met het aangeven van de extra tijd. En die wissel, dat was blijkbaar niet te veel voor de Tsjechische arbitrage. Izzy Christiansen eruit. En voor haar dus Alex Scott. Goed aardig teruggekopt. Ja, Engelsen zijn weer boos trouwens, omdat de vrije trap al genomen mocht worden voordat Eric Scott klaar stond om te verdedigen. Dat is ook merkwaardig. Meestal wacht je ermee tot de ingevallen speelster haar positie heeft ingenomen. En hoeveel wedstrijd of niet, Samson staat zich erom op te winden langs de zijlijn. Een paar merkwaardige beslissingen, inderdaad, met al die wissels van Zadinova. Nou, Scott heeft in ieder geval de bal al een keer in handen gehad. Dit is wel een hele sneuwe invalbeurt op deze manier.
keer de lange bal. Makkelijk weggekopt. Naar voren geschopt door Spitsen. Engelsen krijgen geen vrije trap. Arbitrage heeft geen zin meer daarin blijkbaar. En het theater af en toe van de Engelsen en het gemopper dat er de hele tijd is. En zo is er nog wel een half minuut te gaan. Van Dong. Tijd nog om die bal naar voren te schoppen. Verlengd door Van der Gracht. Jansen erachteraan. Krijgt hem op de hak. Volkertsma. Die heeft de kans, maar schiet recht op Bartley. Dit is nog een van de betere kansen die Nederland heeft af weten te dwingen. In de laatste minuut. Als Van der Gracht weer belangrijk is daar voorin. Op de hak van Jansen. Vrije schietkans in het strafschopgebied. Maar recht op Karen Bartley, dus geen probleem. Brons nog even een klein beetje steen mee in de sliding. Zo snel zijn met de inworp. Want de halve minuut extra tijd zit er ook wel eens een beetje op. Die nog zou kunnen geven voor de wissel. Engelsen nog één keer. Van der Sande mee. Scott. En nog steeds mag Nederland. Ellen Jansen. Roort. Dit zal toch echt de allerlaatste kans zijn. Jill Roort. Komt ze daaruit? Nee. En dus is zij de matchwinner. Jodie Taylor. En geen kroondebuut voor haar. Het is afgelopen en Engeland wint van Nederland in een wedstrijd waarin Nederland absoluut niet de mindere was. Maar één keer achterin volledig verkeerd stond. En de kansen voorin die er waren, werden niet benut. Het is wel een bekend verhaal. Dat laatste zetje voorin kan maar niet worden gegeven. Natuurlijk telt de afwezigheid van Minema daarin. Dat mogen duidelijk zijn. Samson is erg blij. Als hij zo blij is met winst en oefenpotje, zou ik wel eens willen laten zien. Hebben willen zien naar de geboorte van zijn dochter. En dus weer een nieuwe nederlaag. Het zijn de serieuze testen. Tegen de VS, tegen Duitsland, tegen Engeland. Ze gaan verloren. Maar ook vandaag is weer gezien, het gat is niet groot. Maar dat denk ik is wel de conclusie, boven alles toch weer, dat er wel ook weer wordt verloren. Nog even de ploeggenoten knuffelen. En dan de lessen die zijn geleerd, niet voor het eerst in zo'n oefenwedstrijd, meenemen. Ja, Daphne, een harde les voor Nederland. Ja, aan de ene kant een doodzonde. Want ik denk dat Nederland een van de betere partijen heeft gespeeld van de afgelopen periode. En dat ze zichzelf niet beloond hebben met een doelpunt. En het ligt voornamelijk aan de laatste fase. Want het veldspel klopte. In de verdediging, hoe het team verdedigde, dat klopte. Alleen ja, net niet. Ja. En is het dan te makkelijk om te zeggen, we missen dus echt Minema? Nee, ik denk dat dat te makkelijk is. Dat heeft ook met de bezetting voor het doel te maken. En dat is niet alleen maar Minema, maar er zijn ook, ja, als de bal van de rechterkant komt, de linker, of de linksbuiten en de aanvallende middenvelder, hoe die staan. En dat klopt vaak niet. En ja, dan wil het niet tegen zo'n tegenstander. En je ziet dat Engeland heeft maar twee kansen gehad. En dat is twee keer een doelpunt. Ja, Van der Gracht. Of het is één keer een doelpunt. Ja, precies. Van der Gracht heeft een hele goede wedstrijd gespeeld. Maar Van den Berg en Van der Gracht zaten er wel naast. Dat is trouwens een prachtige paas. Ja, nou, ik zou het wel graag nog een keertje terug willen zien. Want die paas, die assist, die was echt fantastisch. Komt-ie. Ja, Saar gewoon niet goed.
goed. Nee, het staat niet goed. Ja, dat hebben we dan met de restverdediging te maken. Dus je bent aan het aanvallen. En dan altijd scherp blijven van dat die bal er toch nog een keertje eruit kan vallen. Ja, en die paas is wel fantastisch hoor. Hij valt echt precies goed. En je kan misschien ook nog over Loes Geurts. Dat ze toch had moeten komen. Maar ja, dit zijn details en daar gaat het uiteindelijk om. En Engeland die weet daar goed gebruik van te maken. Ja, ik vond trouwens Engeland eigenlijk wel een beetje tegenvallen. Nou ja, tegenvallen. Ik denk voornamelijk gewoon dat Nederland heel goed stond te spelen. En voornamelijk met de eerste helft. Dat Engeland met die drie verdedigers speelde. Ja, je kan het ook zeggen met vijf en dat ze dan in een kom spelen. En dat ze het heel erg goed hebben opgelost met Desiree van Lunteren en met het middenveld. Dus die backs kwamen steeds tegen elkaar te spelen. Ja, ik denk dat daar de sleutel van vanavond lag. Dus dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. En de tweede helft zag je dat nog steeds terug. Ja. Met de kracht, met de beide buitenkanten natuurlijk. Ja, niet heel veel kansen overigens voor Nederland. Ook niet veel weggegeven, nee. Maar de kansjes die er waren. Nou ja, je krijgt goede mogelijkheden. En dan is het gewoon echt die laatste fase. Waarbij, en dan gaat het om details. Dit is gewoon echt een goede kans. Ja, dit kunnen doelpunten zijn. Hey. Arjan van der Laan inmiddels aangeschoven, bondscoach. We zitten nog even naar een van jullie beste kansen, inderdaad de laatste kans, te kijken. Want wij hadden het net over deze wedstrijd en eigenlijk heb je hartstikke goed gespeeld. Ja. Nou, waar gaat het dan mis? Is dat één fout? Nee, ja. In de eindfase zijn we zelf niet dodelijk. En hun hebben een één moment genoeg. He? En wij zijn eigenlijk toch in de hele wedstrijd zijn we vanuit positiespel komen, denk ik, tot voldoende kansen. En hun hebben aan het ene moment genoeg om deze wedstrijd dan toch te winnen. En dat is denk ik dan nog het verschil waar hun goed in scoren en waar wij nog de volgende stap in moeten maken. Want wij zaten net nog eventjes het doelpunt te analyseren. Van der Gracht heeft goed gespeeld. Alleen Van der Gracht en Van den Bergen zaten daar fout. Ja, uiteindelijk word je op dat soort momenten beoordeeld op het allerhoogste niveau. Dus dan moeten we als team zijn, denk ik, in die situatie daarvoor beter op anticiperen. En achterin ook uiteindelijk, want ze staan er met z'n tweeën. Nu hadden we het van tevoren over het feit dat Engeland 3-5-2 of 5-3-2 speelt. En jullie gewoon je eigen spel blijven spelen. Vind je dat het goed heeft uitgepakt? Ja, ik vind wel dat we goed vanuit ons eigen spel zo'n speelwijze hebben op kunnen vangen. Dat we voldoende hebben gecreëerd. Alleen we zullen daarin efficiënter moeten zijn met de mogelijkheden die je dan uiteindelijk krijgt. Vind je ook dat je genoeg, want daar is het ook over gegaan, in de focus bent gebleven? Ja, nou goed, dat ene moment is natuurlijk wel bepalend in de wedstrijd. Dus als je het over de focus hebt op het allerhoogste niveau, dan denk ik dat ene moment waar de goal uit ontstaat, daar zal je echt heel nadrukkelijk van bewust moeten zijn dat je zo'n moment niet overkomt. Aan de andere kant denk ik dat met de week die we weer hebben gehad, dat we hier prima weer mee verder kunnen richting de volgende periode. Ik had het ook met Daphne over de eindfase. Daar moet het allemaal nog net iets beter vallen. Is het dan te makkelijk om te zeggen, ja, je mist Miedema en je mist hem Van der Donk? Hey, we hebben vandaag met deze ploeg het gedaan. En met deze ploeg hebben we tegen Engeland volgens mij een heel aardige partij kunnen spelen. En als de anderen er weer bij komen, gaan we weer keihard knallen. En dan zullen die ook weer daarin moeten laten zien dat het logisch is. Ik vraag het natuurlijk wel omdat ze Miedema's een echte afmaken. Ja. Die mis je dan vandaag. Nee, dat klopt. Maar het is wel dat het van de zomer ook een keer kan zijn dat Vivian niet mee kan doen. En dan hebben die meiden nu in ieder geval weer dat moment gehad. En uiteindelijk als je op dit niveau dan die wedstrijden kan pakken, dat is weer goed voor de ploeg. En uiteindelijk ook weer goed straks voor het EK. Eén iemand die ik eruit wil halen. Ja, ik vind het echt heel erg voor de Slegers die uitviel. Wij zagen de knie. Weet jij al iets meer? Nee, ja. Ik heb verder rest geen contact daarover gehad. Ik ben bezig gehouden met de wedstrijd. Dus ik hoop heel erg dat het meevalt. Want ook René willen we er heel graag bij hebben. Ja, maar dat zou je toch ook moeten raken. Want ik bedoel, ze is best wel lang geblesseerd geweest. Eindelijk weer terug. Ja, ze steekt in een hele goede vorm ook. Kampioen geworden en mooi seizoen gehad. Dus ik hoop dat het heel erg meevalt en dat ze er weer snel bij is. Nog even heel kort, want dit was de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar. Ben je nu even vrij? Nee, we gaan 12, 13 december gaan we met een tweedaagse nog aan de slag. Met een groep meiden die in Nederland actief is. Dus dat is een gedeelte van deze groep, aangevuld met nog wat anderen. En daarna pakken we een stagemoment in januari weer. Ik zou even jas aan doen. Dankjewel. Veel te koud. Dankjewel, Arjan van der Laan. Goed, eigenlijk is een hele analyse vrij duidelijk. En waar wij het ook even over hebben gehad. Nederland was goed.
Ja. Nou, ik denk dat het vertrouwen biedt voor de komende periode. Ja. En voor de tweede helft en naar het EK toe. En ik denk als we dit doorzetten, maar met die laatste details van voor het doel, dan kun je iets heel moois verwachten voor het EK. En daar hopen we met z'n allen op. Dankjewel voor jouw analyse, Daphne. Voor hier zit het erop. We gaan uiteraard nog meer interviews doen. Die interviews die kunt u terugzien op onze website foxsports.nl. Voor nu bedankt voor het kijken. Nederland verliest dus de laatste oefenwedstrijd van dit kalenderjaar met 1-0 van Engeland.